Ja, ja, dames en heren, we hebben er heel lang op staan wachten, maar eindelijk is de nieuwe F1 game uit, F1 22. Zoals jullie gisteren hebben gezien in mijn livestream, hebben we toen heel veel Formule 1, gewoon de auto's behandeld en zo, maar niet echt de supercars. Nou, ik heb daar wel heel eventjes mee gereden. Nou, het was mij toch een partijtje scheid, niet normaal. Vandaag gaan we in ieder geval met de safety car rijden. We hebben een paar auto's nog niet vrijgespeeld, maar dat gaat echt om een paar. Maar we gaan vandaag in ieder geval met de Aston Martin Safety Car rijden. Het zal enorm veel spinnen worden. Maar ja, het doel is uiteindelijk misschien dat jullie dan ook mijn tijd kunnen gaan verbreken. Ik ben wel nieuwsgierig wat jullie kunnen rijden op de supercars. Dus laat vooral jouw tijd achter in de reacties. Wij gaan proberen op Abu Dhabi te rijden, denk ik. We gaan dus gewoon een time trial, een paar rondjes rijden. Kijken of we nog kunnen gaan verbeteren. Ik ben wel nieuwsgierig hoe de handling is van die auto's. Jammer dat je de safety car lamp niet aan kan doen. Oh, jammer dat dat niet kan. Ik snap het sowieso niet, want er is nu heel veel kritiek, wat terecht is. Want niemand vroeg hierom. Ze hadden iets, maar naar mijn mening, iets meer tijd moeten steken in de career modus. Want ja, dat zijn eigenlijk altijd dezelfde cutscenes die je ziet, alleen dan mensen met een ander pakje soms aan. Bijvoorbeeld podiumceremonie. Het had allemaal wel iets anders gemogen in mijn mening. Of dat Will Buxton om de carrière modus verandert of zo qua cutscene. Maar het is overal hetzelfde wat je ziet. Sorry dat ik echt zo traag rijd, maar ik heb totaal geen vertrouwen in deze auto. Dus morgen gaan wij ook een video van de F1 22 uploaden. Vrijdag ook, zaterdag komt er Valguys en zondag komt mijn team. Wat de bedoeling is voor morgen is dat we 50% op Miami gaan rijden. Dat leek mij op zich wel leuk. Wordt wel een hele uitdaging, want zoals ik al zei, want ik ben gewoon niet zo goed in deze F1 game. Ik ben aan het struggelen met de tractie. Moet nog een beetje wennen aan de nieuwe handling, maar het komt goed, hoop ik. Het gaat nu op zich wel prima. We hadden even wat opstartproblemen, maar nu lijkt deze auto aardig zijn pace te vinden. Hij gaat wel natuurlijk trager dan de Formule 1 auto's, maar dat is logisch. Alleen kijk hier, bij het aanremmen glij je zoveel. Ik snap niet hoe Bert Mailander deze auto kan besturen. Maar het is, ik vind het niet persoonlijk vet of zo. Oh, daar ging mijn ronde tijd. Maar ja, je moet het er maar mee doen, hè. Het zit nu eenmaal in de game. Morgen nemen wij jullie dus mee in de F1 Live. En dus op een 50% race op Miami. Of misschien kan ik dat F1 Live juist wel even vrijdag doen. Denk er nog even over na. Jullie zien het morgen wel anders in de video verschijnen. Ik vind het niet heel slecht. We zijn niet gespind, maar het rijdt zo anders dan een Formule 1 auto en gewoon ook bijna een seconde trager. We proberen hier dus nu de curbs te vermijden, maar zoals je ziet gaat het zoveel trager. Oh, maar opeens winnen we ook weer heel veel tijd. En dan proberen we hier de bocht goed aan te snijden. Zo. En kijk, dan kunnen we hier vol gas gaan. En dan ben ik wel nieuwsgierig of we topspeed daar kan halen. Sowieso boven de 200, dus dat gaat aardig snel. Oh ja, en ik wil graag in de reactie weten hoe jullie deze F1 game momenteel bevalt. Kan je hem pas vrijdag spelen? Speel je hem op PC en kan je hem misschien nu pas spelen? Er was gisteren namelijk een probleem, heb ik gehoord, met de Champions Edition voor PC. Het gaat nog niet zo heel erg goed. We glijden nog best wel veel weg. Maar ik denk dat we in dat derde rondje op zich wel een goed rondje neer kunnen gaan zetten.
track limits. En nu gaat het bijna helemaal mis. Nee, het gaat mis. Nee. Oh, deze handling van deze auto's. Ik snap er geen bal aan van. Ik denk dat supercars het ook maar 1 jaar volhouden. En dat dan de kritiek zo groeit. Ja, Sandbox is hartstikke onbestuurbaar. Dat IE ermee gaat kappen. Qua supercars. Maar ik hoop gewoon dat ze wat met de kritiek gaan doen. Oké, heel veel mensen vroegen om virtual reality. Nou, dat zit eenmaal in de game. Althans, op PC. Misschien met de komst van de nieuwe PlayStation VR. Dat het dan ook voor PlayStation 5 beschikbaar wordt. Nou, ga ik niet halen. Want die dingen zijn ontiegelijk duur. Maar, ja, de career modus. Daar moeten ze toch wel wat meer tijd in gaan steken. Oké, hij is nu leuk. Maar je wordt wel een beetje gek van al diezelfde podiumceremonies. Dus dat vind ik wel weer een beetje jammer. Ik had best wel goede hoop dat ze er nu heel veel tijd in zullen steken, maar... hoop was hem niks. Ja, maar wat is dit, joh? Ik wil... Heeft de traction control ook invloed op deze auto's? Anders ga ik nu gewoon op volledige rijden. Dit is natuurlijk gewoon niet houdbaar. Zullen we het eens proberen? We hebben dus nu een 17e achterstand, maar we hebben ook rood. Oké, ja, dit is wel veel beter. Maar dat ideale rondje krijg je er simpelweg niet uit. Oh, dit is niet beter trouwens. Ja, je kan die herpen niet nemen. Dat kan niet. En we hebben ook weer wat voor onze F1 live ontgerendeld. Ik weet in godsnaam niet wat je met die tokens kan. Ik heb er al dan heel veel. Dus ja, zoals jullie weten zijn we natuurlijk gisteren rond de 6 uur live gegaan. Ja, dan herstarten we de ronde even. Ik wil namelijk wel even een tijdje zetten, want ja, die moeten jullie natuurlijk gaan verbreken. Dat is dan ook de enigste tijd die wij waarschijnlijk neergezet hebben, vrees ik. Ik vind de handling echt nergens op slaan. Ik bedoel, van je doet het in de game, maar je maakt het ook nog eens heel erg onbestuurbaar. Maakt niet uit waar je op rijdt. Ik bedoel, van ja, het voelt net alsof ze veel minder tijd in deze game hebben gestoken dan normaal. Menu vind ik daarentegen wel mooi, maar er is zo weinig nieuw. Formation Lab en de pitstraat vind ik goed. Dat vind ik wel goed gedaan. De engineer, nou ja, het stoort mij niet zozeer. Ik weet ook hoe de engineer heet, dat is Mark. Nou, dat vind ik wel een rare naam. Mark met een C. Ik weet niet wie Mark zo schrijft, maar... snelheid van 230. Nee, we gaan naar de 240. We gaan naar de 250. En dat is ook de maximum volgens mij, want hij liep niet meer door. We verbeteren een seconde ten opzichte van onze invaded lap time. Dat is dus een 1.22.8 in de tweede sector. Oh, we hebben nu een seconde weg.
Oké, 1.1. Ik ben echt wel nieuwsgierig hoe snel jullie dit kunnen. Maar die tijd gaat er denk ik wel komen. In ieder geval een 1.8 voor een seconde. En dat wordt dus een 2 minuten 13. En dan laten we het hier ook gewoon bij. Ik ben, hoeveel mensen hebben er nu mee gereden? Terug naar grid. Klassement. Oh ja, daar rijden gewoon mensen 2 minuten 3 met deze auto. Dus hoe kan dat? Nou, maar dat is niet met de Aston Martin Vintage safety car. Dat schijnt gewoon anderhalve. Maar dit is ook een veiligheidsauto. Dit is ook een safety car. Trouwens, dat is wel weer goed aan de Nederlandse versie. De veiligheidsauto wordt niet meer letterlijk vertaald, alleen bij deze. Als jij een safety car hebt, dan staat er gewoon safety car. En ik kan gewoon echt zoveel trager. Hoeveel... Ik ben als enige van mijn vrienden die dit heeft gedaan. Op zich wel logisch, want waarom zou je dit doen als je Formule 1 hebt gekocht? Maar is de vintage dan zoveel trager of rijden mensen daar gewoon niet mee? Minuut 6. Ik sta wel 400ste van de wereld, maar ik denk dat dat niet zo... Oh, hier kom je wel bij de Aston Martin Vintage. Ja, maar die rijden ook best wel wat sneller dan mij. Oh. Dus als ik nu een seconde zo verbeter zou, kan naar plek 396 gaan. Nou, dat gaan wij in ieder geval niet doen. Dames en heren, ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Probeer vooral mijn time-trial-tijd te verbeteren. Het is op Abu Dhabi met de Mercedes Aston Martin Vantage Safety Car. Ik vond van Aston Martin mooier dan die van Mercedes. Want ik vind de rood gewoon echt niet bij een safety car passen. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Deel hem vooral met je vrienden als je dat nog niet hebt gedaan. Want dat wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. En dat is dus Miami. Dan zie ik jullie morgen. Doei doei.